We hebben de bouw hard nodig, want er zijn nog heel veel projecten in Nederland te voltooien. Na bloed, zweet en tranen is de zuidelijke ringweg van Groningen op wat zijwegen en aankleding na dit weekend gereed gekomen. 8 jaar lang is hieraan gewerkt. Op het hoogtepunt van de werkzaamheden waren er meer dan 450 bouwvakkers tegelijk aan het werk. 2,5 miljoen kuub zand en grond zijn gebruikt. 6.000 nieuwe verkeersborden zijn geplaatst. En meer dan 2.000 nieuwe bomen zijn geplant. De totale kosten zijn ongeveer 1 miljard euro. De Westelijke Ringweg is het volgende stuk dat op de schop gaat. Naar verwachting zullen de plannen hoe dit eruit gaat zien in de loop van volgend jaar bekend worden gemaakt. Maar er zijn zorgen of bouwbedrijven nog wel zulke grote bouwprojecten aandurven. Het zuidelijke deel van de ring heeft de belastingbetaler 1 miljard gekost en is daarmee vele malen duurder geworden dan oorspronkelijk geraamd. Maar ook de bouwers hebben zwaar verlies geleden op het project. Er ging veel mis met de aanbesteding van dit project volgens de woordvoerder van de bouwers Bert Kramer. Want het is gewoon te duur om te gaan bouwen zonder dat je vooraf goede afspraken maakt van wie draagt welke risico's. En hoe gaan we met elkaar verder als opdrachtgever en opdrachtnemer. Dus een hele belangrijke is dat als we dat gaan veranderen. In ieder geval dat iedereen hier een fatsoenlijke boterham kan verdienen. 200 tot 300 miljoen is het verlies dat de bouwers naar schatting geleden hebben. Voor dit project is het natuurlijk te laat. Ja, dat klopt. Dat is hier te laat. Maar kijk, het is altijd natuurlijk niet te laat om dat te gaan veranderen. En ik denk dat nu wel 5 voor 12 is, misschien wel 5 over 12, dat het echt moet gaan gebeuren. Want anders dan kunnen we in Nederland niet meer bouwen. Vrees om in te tekenen op een groot project, zoals de aanpak van het westelijke deel van de ringweg van Groningen, kan bij uitstek kostenstijgingen juist in de hand werken. Minister Matleder van Verkeer en Infrastructuur ziet het probleem ook. Want je ziet eigenlijk bij alle projecten dat daar overschrijdingen zijn. Nu hebben de bouwers dan ook nog een groot tekort. En dat is natuurlijk voor niemand goed, want die bouwers hebben we hard nodig. Ook voor de toekomst voor Nederland. Want we hebben ook een enorme onderhoudsopgave in Nederland. U weet dat heel veel bruggen en viaducten en al die mooie tunnels zijn aan het verouderen. Dus er komt een hele grote onderhoudsopgave aan. En daar hebben we bouwers hard voor nodig.